Ik ben naar Madrid geweest om daar de stemopnames te doen. En ik ben ook bij Mercury's team langs geweest in de studio om daar het referentiemateriaal op te nemen om echt die character ook op mij te laten lijken en de bewegingen daarvan ook op te nemen. Pain. I am here to embrace it all. Jij bent op dit moment bezig met twee games, Last Labyrinth en Space Lords. Een bewerking van een wat ouder spel. En jij speelt daar een personage wat een van de toevoegingen is, Soma. Dus is het gewoon een nieuw speelbaar personage of is er echt een toevoeging aan de cast, aan het verhaal? Het is sowieso inderdaad al een lange lopende game. Maar er wordt constant aan gewerkt, constant vernieuwd, nieuwe content toegevoegd. En zo worden er ook nieuwe personages toegevoegd. Er komen nieuwe campaigns, verhaallijnen waar je als speler in meedoet. En daar spelen steeds nieuwe personages in. En in mijn geval is Soma dan de nieuwe rol die ik mag spelen in Space Lords. Want ik zag ook dat je thuis tegenwoordig een studio hebt, zodat je af en toe een voice-overtje kunt doen. Maar is het dan gewoon een dingetje tussendoor van, oh, dit moeten we nog toevoegen? Ja, eigenlijk de belangrijkste opnames hebben we in Madrid in de studio gemaakt. Bij Space Lords is er geen motion capture, omdat het echt een soort abstractere comic-stijl is. Dus dat wordt echt met de hand geanimeerd. Wat eigenlijk ook wel weer heel bijzonder is. Het is echt een compleet andere stijl. En de stemopnames heb ik eigenlijk allemaal in Madrid gedaan. In de studio samen met de regisseur. Want dat is meestal ook wel belangrijk om het beste resultaat te krijgen. Maar thuis hebben we inderdaad ook een studio waar we kleine opnames kunnen doen. En zo komt het wel eens voor dat er bepaalde regeltjes toegevoegd moeten worden aan het script of aan de game of later nog. En dan kunnen we dat van huis uit doen. Dat is ook wel makkelijk. En hoop je niet dat je later ook een beetje à la Ready Player One zelfs de bewegingen kunt doen? Of heb je zoiets van, dat doe ik liever met de regisseur bij? Ik moet zeggen dat ik Ready Player One nog niet gezien heb. Dus okay. Ik denk, ik heb er wel veel over gehoord. Ik moet hem snel gaan kijken. Motion capture is nog wel technisch gezien een heel ingewikkeld iets. Er komt toch wel veel bij kijken. Last Labyrinth, dat is natuurlijk weer een totaal andere rol. Voor de verandering geen actieheldin. Wat speel je eigenlijk liever? Of is het gewoon weer iets nieuws? Nou, ik vind het heel mooi, om variatie te hebben in de rollen die ik speel. Dus ik ben juist heel blij als een personage dat ik mag spelen weer heel anders is. En niet in dezelfde categorie valt. En bij Katia is het inderdaad zo dat het nog een jong meisje is van zo'n 12 jaar oud. Echt nog die kinderlijke onschuld om dat te mogen spelen, dat is ook heel mooi om te doen. En dat is ook wel uniek voor stemacteren, want als je op beeld staat, dan is het toch wel anders, dan ben je iets beperkter. En als stemacteur heb je wat meer vrijheden. Een VR-puzzelspel, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Jij begeleidt eigenlijk de speler? Het is heel lastig uit te leggen. Het is echt een game die je eigenlijk moet ervaren om hem te begrijpen. Maar het is een escape room principe, ingewikkelde situatie waar je een mysterie moet oplossen eigenlijk. En wat ook nog daarbij komt, is dat je als speler in een rolstoel vastgebonden zit. En dat is ook weer heel bijzonder om te ervaren als je dan die VR-bril opzet en je kijkt naar beneden. Dan zie je jezelf vastzitten in een stoel. Het is echt een heel apart gevoel. En daarvoor je verschijnt Katia. En ze spreekt ook nog eens een fictionele taal. Dus je zult niet direct kunnen communiceren. Non-verbale communicatie. Je hebt een laserpointer. Je hebt één knopje om te bedienen. Dus het is heel simpel qua controls. En daarmee kun je dingen aanwijzen in die wereld. En die gaat Katia dan voor je bekijken of onderzoeken. En vervolgens kun je door middel ja of nee te knikken eigenlijk de keuzes maken. En daar helpt Katia je bij. Nou, en je hebt ook de theme song ingezongen, toch? De componist is Hiroki Kikuta. Dat is niet niemand in de gamewereld. Want
Ik heb zelf nog heel erg veel Secret of Mana of Saiken Densetsu gespeeld. Even voor mijn collega's. Het is eigenlijk alsof je een liedje zingt voor de componist van Studio Ghibli. Dat is toch een beetje de soundtrack van mijn jeugd. Had jij het ook, was jij ook meer bekend mee? Ik moet zeggen dat ik hem nog niet zo goed kende. Ik heb die games inderdaad nog niet gespeeld. Maar ik wist wel dat het een iconisch persoon was in de gamewereld. En ja, toen ik zijn muziek luisterde, had ik echt meteen een klik dat ik echt prachtig vond. En ik ben heel blij dat ik met hem samen heb kunnen werken. Ik vind de themesong heel erg mooi geworden. Heel, echt anders dan... Ook totaal op een andere manier gezongen dan wat ik normaal tot nu toe gedaan heb. En hoe ging dat eigenlijk? Kreeg je gewoon de muziek aangeleverd? Of kon je echt samenwerken met de muzici? Ik heb wel met hem, met de composer, samengewerkt om de tekst eigenlijk te verwerken in het lied. Natuurlijk is de melodie wel bedacht door Kikuta-san. Maar we zaten met die fictionele taal en... het was ook voor mij ook een heel proces om samen ook met de regisseur te bespreken hoe ik die taal ging uitspreken. En hoe zich dat naar zang vertaalt. Dat was ook wel weer een ingewikkeld verhaal. Een vraag van Robert. Heb je al een aanbod gehad om in eventuele aankomende Metal Gear film te gaan spelen? Nee, daar heb ik nog geen aanbod voor gehad. Ja, ik ben zelf ook benieuwd wanneer die film er gaat komen. En ook hoe Metal Gear zich naar film vertaalt. Dus ik ben zeer benieuwd. Regisseur Jordan Vogt-Roberts, hij had ook laatst een Metroid film gepitcht. Lijkt je dat misschien niet een rol om te spelen? Ik zou het heel erg tof vinden om een heldin als Samus te spelen. Maar wie weet. Let's go.